Hallo en welkom bij Polsmod op Veenstof. Ik heb hier een Holland Rail DKM of DK Meppel. Trein uit de jaren 90. Een DE2. En zoals met wel meer van deze, is bij deze de aandrijfriem kapot. Dus als je deze op de rails hebt, maakt hij geluid en meer niet. Het is de variant, de DE2 in rode kleurstelling. En DE staat, naar mijn beste weten, voor diesel elektrisch. Houdt in dat deze een dieselmotor hebben in het echt, die stroom genereert voor de aandrijving van de wielen door middel van elektromotoren. Dat doe je omdat je anders ontzettend grote, zware, moeilijke versnellingsbakken moet hebben en tandwielen moet hebben. En door het eerst om te zetten naar elektra, kun je het naar een motor sturen en die motor die kun je gewoon schakelen met weerstanden. Nou, veel van deze hebben het probleem dat de aandrijving is al niet al te best en hij gaat makkelijk stuk. Daar heeft dus deze ook last van. En er zijn een aantal manieren om die aandrijving te repareren. Je kunt het riempje wat ik net weggelegd heb, kun je vervangen door iets. Je kunt een draaistel iets kopen wat eigenlijk van andere treinen is, wat hier ook in past. Waarbij je wat moet verbouwen en wat moet met assen moet gaan doen. En een andere optie die ik tegenkwam, die ik wil gaan kijken of dat mij dat lukt, is een Thalys motorstel. Deze schijnen. Ik heb het nog niet gecontroleerd. Maar precies dezelfde wielbasis te hebben als de DE van Holland Rail. En ik had zo op het oog lijken de wielen wat kleiner, maar wel op dezelfde plek te zitten. Dus misschien dat dat een mogelijkheid is. Ik kan dan wel zeggen, deze, hier zit een tandwiel en er zit een groot stuk plastic kap hier in de weg voor de aandrijving die hier dus redelijk recht naar achter loopt. Dus als ik dat zou willen, zou ik hier een gat in moeten boren, een stuk weg moeten halen. Ik ga eens kijken of dat gaat lukken. Eerst wat ik ga proberen is hem open te maken. En aangezien ik ook hier vrij weinig schroeven in beeld zie, ben ik benieuwd. Ik ga even opzoeken hoe dat moet. Oké, de handleiding. Gevonden. En die stelt: zet twee schroevendraaiers bij de ramen en alles komt goed. Nou, ik ben niet zo'n fan van schroevendraaiers of iets van metaal in deze lok te zetten of in deze de treinstel te zetten. Dus ik gebruik nog steeds liever de satéprikker methode. Eens kijken of ik nog een goede prikker heb. En de reden voor een satéprikker is dat een satéprikker eerder zal breken, buigen, doen dan het plastic waar je op zit te duwen.
En dus is er een kleinere kans dat je de kap beschadigt. Ik heb hier nog ergens een oude lima liggen. Met allemaal kleine hapjes en deukjes van schroevendraaiers van alle keren, talloze keren dat ik hem geopend heb. Ja, dat is toch zonde. Zo. Klik, klik. Mooi, ik vind dat met dat geklik nog wel meevallen. Zo, dat is één kant. En dat is de andere kant. Oei, oei, oei. Wat is dit? Een hele kluwe draden voor de verlichting boven en onder. Vastgelijmd op het motorblok. Zo. Goed. En nou eens kijken hoe nu verder. De bank zat vastgelijmd. De metalen plaat onderin zat vastgelijmd. Maar nu dat er allemaal uit is, heb ik wat meer ruimte. Ik kan in ieder geval zien dat hier nog wat gloeilampen zitten. Ik weet niet wat ik daarmee ga doen. En ik heb gekeken naar de draaistellen. Dit is het draaistel uit de Thalys. Dit is het originele. En de pin hiervan is iets dikker dan de pin hiervan. Maar met wat uitboren heb ik de koppelstukje. Ho! Voorzichtig, het koppelstukje, dus deze, hierop kunnen zetten. Zodat daar deze plastic as in kan. Dit komt dan hier zo ergens te staan. En dat betekent dat dit stuk plastic daar, wat als je hier zit, dat zit nu in de weg voor deze motor om daar, voor dit plastic koppelstuk om daar naar binnen te gaan. Dat ga ik proberen te verwijderen met, waar is hij? Een figuurzaag. Gat boren, zaag er doorheen halen, opnieuw vastmaken en proberen te zagen, kijken of dat lukt. En anders met wat meer gaten boren en met een mes. Als dan deze er doorheen kan, dan zou die ver genoeg moeten kunnen draaien. Dan kan de motor aan de binnenkant met deze as er weer op. En daarna is het even kijken, deze stoelen, welke van de stoelen ik kan behouden en welke dat ik niet kan behouden. Hoe dat ik dat ga doen. En dit metalen plaat, die zal ik ook in stukken moeten gaan zien te zagen, denk ik. Zodat ik nog wel het gewicht ervan hou. Ik zou ook ervoor kunnen kiezen om de motor van de Thalys te gebruiken. Maar ik vind een motor met een vliegwiel erop, geeft meestal betere rij-eigenschappen dan een motor zonder. Dus om hier dit vliegwiel over te gaan zetten is volgens mij best wel een moeilijke klus. Dus ik ga gewoon voor de bestaande motor. En die gaat, die andere dingen, die vinden wel een doel. Deze plastic bult hier, die zit waarschijnlijk ook in de weg. Dus daar zal ik misschien nog wat aan moeten wegschuren, veilen. Dit wordt een flinke klus om dit voor elkaar te krijgen. Maar ik hoop dat het eindresultaat er ook naar is, dat ik dan een rijdende heb. Alles zit nog onder het plastic, maar ik heb deze kant makkelijker.
hier zo. Kijk. Een heel stuk plastic eruit gekregen. Niet met mijn zaag. Ik boorde een gat en ik merkte dat met het rondbewegen van de boorder eigenlijk grote stukken plastic uit gekneed werden. Dus er ligt nu overal plastic. Nou, vroeger zat dus de motor hierop vastgeschroefd aan deze pinnen. En daarmee zat die op zijn plek. Daar heb ik nu even weer een plastic plaatje op gezet. En... nou, ik ga de boel een beetje bewegen. Dit is een stuk van de stoelen die ik al doorgeknipt heb. Die komen ongeveer hier zo. En de andere stoelen, even kijken, die horen hier. En de motor is een tikkeltje te hoog. Ja, is een tikkeltje te hoog voor de stoelen. Dus ik ga dit ook in vorm krijgen dat dat... ofwel dat ik hem op tijd afknip, zo hier langs, dat de stoelen daar zitten. Of dat ik misschien hier in het midden een stuk uit weet te zagen, zodat het over de motor heen valt. Want ik denk... ja, ook de wiel is, de vliegwiel is wat te hoog. De motor zit nu nog heel even vast met een stukje dubbelzijdige tape. Zodat ik kan kijken of het een beetje wil werken. En ik moet natuurlijk de boel nog gaan verzwaren. Waar dus oorspronkelijk deze voor was. Deze steun trouwens hier op dit wat nu een gat is. Dat was een plastic ophoging. Nou, die heb ik eruit met schuurpapier eruit gekregen. Zodat die niet in de weg zit van deze koppel. Dus dit deel, hier moet nog wat metaal in. Ik denk dat ik hier voorop nog wat metaal heb voor het goede contact. Ik vind hem niet echt te licht, moet ik zeggen. Ik vind hem wel oké qua gewicht. Dus eens even kijken hoeveel dat ik hier nog van ga gebruiken. En ik kan hier natuurlijk altijd lood inleggen. Maar ik ben daar niet zo'n fan van, aangezien het eigenlijk gewoon troep is. Dus eens even kijken wat ik hiermee kan. Ja, dit is in ieder geval geen lood. Maar volgens mij staal. Kijken of ik die ga gebruiken of wat anders. Dit is nog wat er over is van de bodemplaat, de metalen plaat. Hier zit een deel en naast de motor zitten twee delen zodat hij op zijn plek blijft. Ik heb even direct voeding op aangesloten op de motor om te zien of hij het een beetje doet. Ook heb ik de gloeilampen overal uitgehaald, hier onderin en uit de kap aan de bovenkant. Die moeten strakjes eventjes... vervangen gaan worden voor ledlampen. Maar eerst deze er goed op. Hij schudt wat. Ik weet niet helemaal hoe dat komt. Hier aan de bovenkant zat nog een stukje plastic. Ik weet niet meer waar ik het gelaten heb. Maar dat beperkte de bewegingsvrijheid van het onderstel. En aan de onderkant ook nog een klein beetje. Het is nog steeds die af en toe wat raakt. Maar dat is vrij makkelijk nog met een mesje bij te schaven. En ook vanaf de onderkant, je ziet het eigenlijk niet. Dat je ziet daar een zwart puntje lopen nu. Ik zal straks ook proberen hier een foto van te maken. Nou, hij loopt nu rustig. Hij kan het wat minder rustig lopen. Maar tot zover gaat het goed. De bank kan er terug in, maar ik wilde hier natuurlijk ook een decoder in gaan zetten. En hier heb ik mooi een stuk ruimte daarvoor. Dit zijn voedingskabels van het achterste motorstel. Hierop zaten deze kabels. Die ga ik er terug op zetten. Ik ga alles hier naartoe geleiden. Daar de bekabeling regelen voor het rijden en ook voor de verlichting voor. En dan moet ik daarna ook nog de verlichting aan de andere kant. Dus in dit treinstel. Deze moet ik open gaan maken. Hier de verlichting uit gaan halen. De gloeilampen. Ook de led erin doen. En als ik het goed begrepen heb. Schuif deze hier zo in. Dus
Als ik hier bovenin de bekabeling door laat lopen. Ik hoop het zonder stekkertje te kunnen doen. Op een of andere manier moet ik in ieder geval een paar kabels naar het andere treinstel zien te krijgen. Twee voor de stroompick-up als ik dat wil. Dat is misschien wel fijn. Eén voor de voorkant, één voor de witte verlichting, één voor de rode verlichting en een gemeenschappelijke. Dan zou je op 5 aardig uitkomen. En als ik de binnenverlichting in zou zetten, dan 6. Ja, nee, dat klopt wel, ja. 6 stuks. Bij die andere, de Kato, had ik natuurlijk nog geleiders eroverheen lopen. Ah ja, dat wordt een beetje puzzel hoe ik dat ga doen. Ik kan in ieder geval de stroomgeleiding misschien wel hier via dit even zoeken. Want in de doos zitten ze natuurlijk niet aan elkaar. Dus ik zal op een of andere manier deze nog steeds uit elkaar moeten kunnen gaan halen. Anders kan ik hem niet meer opbergen. Dus dat is de volgende uitdaging waar ik voor sta. Ik kan inmiddels zeggen, hij rijdt. Decoder zit hier. Wat metaal hierop. Ik heb hier toch lood moeten gebruiken. Hij is nu redelijk goed in evenwicht. Voor de verbinding heb ik hier een heel groot gat gemaakt. En op deze achterkant zitten twee connectoren van driepolige connector. Dus twee connectoren, driepolig, dat is 6 aders. Andere kant zitten deze nog los, maar die komen hier dadelijk vast in zitten met een beetje bewegingsvrijheid, zodat ik de stekkers vast kan zetten en hem daarna erin kan klikken. En daarmee heb ik mijn stroomvoorziening en mijn decoder en alles gedeeld over de twee delen. Wat me nu nog staat te doen is, deze bekabeling moet aan de decoder vastkomen. Hier bovenin zitten de frontsluitzijnen en die zijn inmiddels de ledlampen, sorry, de gloeilampen zijn eruit. Daar zitten nu ledlampen in. Witte geeft alleen maar op één sein licht en rood geeft op beide licht, zodat je de ouderwetse L-vorm krijgt voor vooruitrijden en dubbelrood boven voor de achterkant. Die moeten hierboven inkomen. Zo, hier komt een ledstrip in voor de verlichting. Die komen allemaal aan de bekabeling hier. En die gaat via de achterkant aan deze kant terug naar de decoder. Zodat ik hiervoor komt er ook nog een ledlamp. Zodat ik alle kabeling hier onderin heb liggen. En hier aan de achterkant een klein beetje. Datzelfde grapje moet hier gebeuren. Ook ledverlichting bovenin, ledstrip bovenin, alle bekabeling naar de achterkant en voor de voorverlichting via de onderkant nog. Zodat ik ook met het openmaken alleen maar aan deze kant hoef op te passen. Daar zitten de kabels met de speling. Misschien dat ik de deurtjes nog ga blenderen zodat je de kabels niet ziet. Even overdenken. Maar dat staat me in staat om niet op heel veel plekken die kabels op en neer te hoeven trekken. De rij-eigenschappen van hem. Mijn bochten zijn te krap. Hij komt de bocht niet goed door. Rechtuitstuk gaat redelijk, maar het blijft, kan ik nu al voorspellen, geen fantastische aandrijving. Als ik een fantastische aandrijving hiervoor wil, dan moet ik een architect gaan aanschaffen. En dat ben ik niet zo van plan. Dus, ik ga verder met mijn bekabeling. En hoop daarna het resultaat op de baan te hebben. En dit is hem dan, het voorlopige resultaat. Ik heb voorverlichting in de L-vorm. Ik heb sluitverlichting hoogrood. En ik heb binnenverlichting. En hij rijdt nog niet heel mooi, maar hij rijdt. Een van de problemen waar ik nu nog mee zit is dat hier lopen draden tussen en die duwen net iets te hard
de boel uit elkaar, waardoor dat Jacobs-treinstel niet meer in een rechte positie wil. Dat is één. En twee is dat je hier draden ziet. Hier een heleboel draden ziet. En dat de banken er nog niet in zitten in dit treinstel. Ja, dit heeft nogal wat moeite tijd gekost om zover te komen. Ik heb niet alles opgenomen. Ik ben hier weken mee bezig geweest. Het was een veel groter project dan gedacht. Ik hoop toch dat jullie dit leuk vonden om te zien. Ik zou zeggen like, subscribe en deel zodat er weer meer views komen en het kanaal weer groter wordt, wat ik weer leuk vind. En mij weer motiveert meer dingen op te pakken, zodat er weer meer te zien is. Bedankt voor het kijken en tot een volgende keer.